In de muziek bestaat er zoiets als de moeilijke tweede. Een ijzersterke debuutplaat creëert namelijk torenhoge verwachtingen voor het tweede album. En die verwachtingen die zijn vaak moeilijk waar te maken. Nu, bij Volkswagen waren er vooral torenhoge verwachtingen voor het debuut van de ID.3. Dat eerste model op het volledig nieuwe elektrische platform waar Volkswagen zijn verdere toekomst op wil bouwen. Maar goed, die verwachtingen die heeft Volkswagen zichzelf vooral opgelegd door de ID.3 meteen te bestempelen als een soort scharniermodel in hetzelfde rijtje als de Kever en de Golf. En eerlijk, in het begin maakte de ID.3 die verwachtingen niet waar. Onder andere door die beruchte softwareproblemen waar hij mee te kampen kreeg. Maar goed, nu ziet het er allemaal weer rooskleurig uit. Die problemen die zijn grotendeels opgelost. Er zijn meer batterijversies en het ziet er allemaal weer positief uit. En dan is het moment natuurlijk daar voor die beruchte moeilijke tweede met al even torenhoge verwachtingen. De Volkswagen ID.4. En die verwachtingen komen er vooral vanuit de leasingwereld. Want een SUV, of liever een crossover, en een volledig elektrisch model, dat zien fleet managers natuurlijk graag komen als toekomstig alternatief voor, we zeggen maar wat, de Tiguan. Het is dus eigenlijk geen verrassing dat je deze ID.4 al ziet opduiken in het straatbeeld, hoewel Volkswagen de eerste exemplaren nog maar aan klanten aflevert sinds vorige maand. En we zijn nu eind april. Wereldwijd hoopt Volkswagen er trouwens dit jaar alleen al 150.000 exemplaren van deze ID.4 aan de man te brengen. Enkele maanden geleden hebben we de ID.4 trouwens al in detail kunnen bekijken, dus als je graag een uitgebreide video ziet over het ontwerp, het interieur enzovoort, dan verwijs ik je graag door naar deze video. Voor nu is het vooral belangrijk om te onthouden dat het platform en dus de wielbasis van deze ID.4 identiek is aan die van de ID.3. Toch is deze ID.4 met bijna 4,6 meter lengte een fors stevige auto geworden. Hij ziet er in de flash trouwens ook behoorlijk stevig uit, met een fors front en een hoge motorkap. Nu, onder die motorkap zit geen opbergruimte en dat is natuurlijk goed nieuws voor de wieluitslag en dus de draaicirkel. In de ID.4 GTX, die Volkswagen trouwens afgelopen week heeft aangekondigd, zit er wel een extra elektromotor op de voorwielen. In profiel zie je die glooiende gordellijn en die contrasterende dakboog, waardoor hij mij persoonlijk eigenlijk een beetje doet denken aan de Peugeot 2008. De wielen staan ver in de hoeken, waardoor het verschil in lengte met de ID.3 dus eigenlijk vooral in de overhangen zit en dan in het bijzonder achteraan. Binnenin trekt de ID.4 de lijn van de ID.3 door en krijg je dus hetzelfde dashboard. Met een klein instrumentenpaneel voor je neus, waar wat mij betreft misschien iets meer informatie had op mogen staan. Maar Volkswagen lost dat nu wel op door een head-up display met augmented reality. Dat is op zich natuurlijk niet nieuw, want Mercedes gebruikt het al in de A-klasse, de S-klasse enzovoort. En Audi heeft het nu ook geïntroduceerd op de nieuwe Q4 e-tron. Maar voor Volkswagen is het wel een nieuwigheid en die wordt ook meteen uitgerold naar de ID.3. Over dat infotainment systeem en de touchscreen bediening hebben we het al uitgebreid gehad in eerdere video's, dus je weet stilaan wat we daarvan vinden. Het past perfect binnen de minimalistische sfeer die Volkswagen hier wil scheppen, maar gebruiksvriendelijk en snel werkt het niet helemaal. Die minimalistische sfeer vind je trouwens zowat overal terug in het interieur. De aankleding blijft best sober en eerlijk gezegd behoorlijk basic voor een auto van vlot 40.000 euro. Nu, het moet wel gezegd, als je iets dichter gaat kijken, dat de materialen wel iets kwalitatiever zijn dan die van de ID.3 en de bouwkwaliteit, ja, die is eigenlijk ook behoorlijk in orde. Het is alleen jammer dat je wel merkt dat Volkswagen geprobeerd heeft om de prijs te drukken in de details. Je betaalt immers al behoorlijk veel voor de batterij en om dan niet uit te komen op de catalogusprijs van pakweg een Audi e-tron, hebben ze dus enkele details bespaard. Je ziet dat bijvoorbeeld in die gebruikte materialen, in de knoppen op het stuur, in het feit dat er heel veel achter een touchscreen zit en ook in de bediening van de ruiten. Had je vroeger 4 knopjes voor de ruiten vooraan en achteraan, dan heb je er nu 2 en een omslachtig knopje om die achteraan te bedienen. Ook de achteruitrijcamera ziet niet meer onder het Volkswagen logo in de kofferklep, maar onderaan de bumper. Nu goed, dat zijn allemaal geen grote besparingen, maar als je dat uitrekent op een jaarproductie van zo'n 150.000 exemplaren, ja, dan weet je dat de goedkeuring van de boekhouding al snel zal volgen. Maar begrijp ons zeker niet verkeerd, want verder is dit echt wel een prima interieur. Het is ruim dankzij de voorruit die ver naar voren staat. Dankzij dit glazen dak is het ook licht en het is goed geïsoleerd. Als we dan toch nog enkele puntjes van kritiek mogen geven, ja, dan is het zicht naar achteren misschien niet helemaal optimaal. En is het door die schuine voorruit en die stijlen een beetje inschatten in het begin en zien dat je zeker geen verkeerde manoeuvres maakt.
Tot vorige week was dit trouwens de topversie van de ID4 met een batterij van 77 kWh en een elektromotor achteraan van 204 pk. Maar intussen heeft Volkswagen de ID4 GTX aangekondigd. Dat is net als de GTE en de GTD een soort GTI-versie met een extra elektromotor vooraan en 299 pk in totaal. De Audi Q4 50 e-tron Quattro gebruikt trouwens identiek dezelfde aandrijflijn. Maar goed, vergeleken met die GTX is deze ID4 First Edition Max, ja, die stelt het dan natuurlijk met een elektromotor minder. Maar 204 pk en 310 Nm, dat is echt ruim voldoende om mee te komen in het dagelijkse verkeer. Je kunt hem zelfs behoorlijk vlot noemen, want 0 naar 100 in 8,5 seconden, daar heb je nooit problemen mee. Alleen merk je al snel dat hij behoorlijk wat gewicht meezult. 2,1 ton, dat is natuurlijk echt wel veel. Maar helaas, voor een EV is dat vandaag jammer genoeg geen uitzondering meer. Nu, de ID4 slaagt er wel in om dat gewicht onder controle te houden. In de bochten voel je meteen dat het gewicht er is, maar je voelt ook meteen dat de kilo's laag zijn ingeplant. Nu, duurdere EV's die lossen zoiets meestal op met luchtvering, maar dit is natuurlijk geen Audi e-tron. Op de duurdere versies en de topversies zoals deze lost Volkswagen dat wel op met adaptieve dempers en ja, die weten echt wel wat ze doen. En voor de rest werkt alles eigenlijk prima. Het stuur reageert voldoende direct, niet heel veel feedback, maar goed. De geluidsisolatie is zoals gezegd top en de draaicirkel is eigenlijk verrassend compact. En ook de remmen, als je het rempedaal induwt, ben je vooral op de elektromotor aan het remmen. Volkswagen zegt om die reden trouwens achteraan trommelremmen geïnstalleerd te hebben, omdat die de hele levensduur van de auto kunnen meegaan. Nu goed, eerlijk gezegd, het kan ook zijn dat Volkswagen ook daar een paar euro's heeft geprobeerd te besparen. Kijken we dan nog even naar het rijbereik, dan bedraagt dat voor deze First Edition Max 489 km volgens de WLTP-cyclus. Nu, in de praktijk krijg je bij warmer weer zo'n 440 km op het display te zien en bij kouder weer is dat zo'n 390 km. Dat geeft natuurlijk verschillende resultaten. Wij hadden bijvoorbeeld bij warmer weer een 17 kWh per 100 km, wat echt een behoorlijk goede prestatie is. En bij kouder regenweer zaten we vlot over de 20 kWh per 100 km. Ook nog goed om weten trouwens, deze First Edition Max staat op stevige 21 duimsvelgen. Andere versies van de ID4 met de batterij van 77 kWh staan op kleiner lichtmetaal en die hebben dan bijvoorbeeld een WLTP rijbereik van 520 km. En ja, die 500, dat is natuurlijk vooral een psychologische grens. Ook nog goed om weten, het opladen, dat doe je aan 11 kWh aan een gewone wallbox en dan ben je zo'n 7:30 zoet. Snelladen kan in principe aan 125 kWh. En dan duurt het 38 minuten tot de batterij tot 80% is opgeladen. Deze Volkswagen ID4 First Edition Max heeft een stevig prijskaartje van zo'n 57.000 euro. Maar het gaat dan wel om een bijzonder goed aangeklede lanceringseditie. Voor de instapversie van de ID4 met batterij van 52 kWh en elektromotor van 148 pk betaal je ongeveer 39.000 euro. De basis ID4 met de batterij van 77 kWh kost ongeveer zo'n 46.000 euro. Volkswagen doet er dus goed aan om zijn ID4 in verschillende versies aan te bieden. Al zullen het vooral nog zakelijke rijders zijn die ermee zullen rijden. Qua aanvulling op het ID-gamma kan deze ID4 zeker tellen en op termijn, als er nog meer ID-modellen bij zullen komen, kan dit ongetwijfeld een van de bestsellers worden. Wij zijn alleen benieuwd hoe zijn grootste concurrent het ervan af zal brengen, want die komt gewoon uit eigen stal. En hoe die heet? Ja, dat is simpel, dat is de Skoda Enyaq.